Overvecht is blij en dankbaar, want de versnelling begint. 10 miljoen om de wijk te verbeteren. Op 4 belangrijke thema's en een van die thema's is veiligheid. En naast mij staat Jan Schuin. Wat gaan jullie doen? De hoofdmoot is voor onze jeugdaanpak. Inbraken voor woningen en voor auto's. Dat zijn de drie thema's waar we in hoofdzaak op zitten. Wat doen jullie dan? Nou, wat we doen is de jongeren benaderen. Met ze in gesprek gaan. Ze duidelijk maken wat voor overlast ze veroorzaken. En dat we drie andere plaatsen voor ze hebben waar ze dus terecht kunnen zonder dat ze daar overlast voor de buurt veroorzaken. We zijn ook actief in Overkapel. En daar is sinds kort nu ook een camera geplaatst. En dat helpt ook mee met het terugdringen van de overlast. Waarom de versnelling in Overvecht? Nou, we zien dat heel veel bewoners en professionals en ondernemers de wijk Overvecht beter en mooier willen maken. Dat vinden we als college van Utrecht ook van groot belang. Vandaar ook dat we de versnellingsaanpak hebben gekozen om alles wat goed gaat te versnellen en alles wat nog niet goed gaat, ja, anders en op een andere manier beter te gaan doen. Er is hier veel te doen. Op het gebied van zorg, op het gebied van veiligheid, werk, opvoeden, opgroeien. Heel veel moeten we hier met elkaar aanpakken. En het is belangrijk dat versnelling door en met bewoners wordt gedaan. En dat is mooi dat we zo'n aftrap hebben gedaan met zoveel mensen vandaag. Ook een mooi idee om kinderen, peuters hier te helpen in Overvecht. Vertel, hoe heet dat? De Kids Club. Wat is dat? Dat is voor ouders en hun peutertje van ongeveer 1,5 tot 2, 3 jaar. Wij komen bij elkaar wekelijks. En we gaan samen liedjes zingen in de kring en knutselen. We eten samen fruit. We bezoeken de Biep. Het consultatiebureau komt maandelijks langs. Ook weer een veilige plek voor de kindjes, maar ook voor de moeders. Is er één punt waarvan je kunt zeggen, ja, dat geef ik als goed voorbeeld. Dat heb ik daar geleerd dat ik anders niet zo goed had kunnen doen. Qua opvoeding van mijn babytje, rust en regelmaat. Complimenten geven, zelfvertrouwen geven aan mijn kind. Dat is het een beetje. Dus Noori is nou een beter kind? Ja, 100.000% zeker weten, ja. Wat is de Stagestraat? De Stagestraat is een samenwerking tussen de gemeente, de ondernemers en de werklozen. Het vindt in Overvecht plaats. We werken graag mee in de versnelling om iets te doen aan de werkloosheid. En hoeveel locaties zijn er? Momenteel is er een Stagestraat gaande in het Groot Winkelcentrum Overvecht. En in november starten we met een nieuwe Stagestraat. En die vindt plaats in 3 winkelcentrums. Het centrummetjes. En dat gaat over Overkapel, Gagelhof en De Klop. Ik snap wat je zegt. Is de versnelling een verzameling van projecten? Natuurlijk zullen we op alle gebieden die u nu al noemt, hè, werk, gezondheid, veiligheid, opvoeden, opgroeien, allemaal initiatieven starten. Maar het moet niet een verzameling van projecten zijn. Het is een beweging die we met elkaar in gang hebben gezet en nu verder vorm moeten gaan geven. Wat is het thema waarvan u zegt, daar maak ik me echt keihard voor? Ik maak me voor alle thema's hard, maar als ik één thema nu mag noemen, is dat toch wel werk en werkgelegenheid. Veel jongeren, maar ook ouderen zijn werkloos in Overvecht. We moeten echt samen met ondernemers kijken hoe we meer mensen aan het werk kunnen krijgen. Een project als Stagestraten, waar jongeren en ook ouderen stage kunnen lopen om daar weer werkervaring mee op te doen en dan weer aan een baan te komen, vind ik van groot belang.